Goedemiddag, we zijn hier op alweer het derde schadeherstelcongres van BOVAG en naast mij zit voorzitter Twan Beljaars. Twan, wat is de belangrijkste boodschap die de sprekers vanmiddag hadden voor de schadeherstelwereld? Nou, het belangrijkste boodschap is dat de verandering nu toch wel heel erg duidelijk wordt. Dat die verandering gaat komen, die hebben we ook wat concreter gemaakt. Dan heb je het over zaken als krimp. Dominantie vanuit de fabrikant. Nou, dat betekent dat er andere speelvelden gaat ontstaan en dat ondernemers zal moeten gaan kiezen waar die zich in wil gaan bewegen en welk marktsegment en hoe die zijn bedrijf daarop wil gaan organiseren. Oké. Hey, merkerkenning was een belangrijk onderwerp vanmiddag. Wat kun je nu als universele schadehersteller doen om in die merkerkenning toch mee te gaan spelen? Nou, kijk, weet je wat het is? Merkerkenningen worden afgegeven door de importeur aan de dealer. Tezamen met een schadebedrijf. Het is niet zo dat je dus als universeel bedrijf kan zeggen van hey, mag ik ook een merkerkenning? Ik ben bereid om aan die eisen te voldoen, ik wil erop investeren. Ja. Dus het is merkenpolitiek nu. Hè. Daar zit een deel van uitsluiting in, van een deel van de markt. Hè. Ja. En ja, daar gaan we natuurlijk wel serieus naar kijken. Maar ja, het is niet zo dat je zomaar je vinger kan opsteken als universeel en zeggen, maak een merkerkenning. Zo werkt het niet. Nee. Wat wel belangrijk is, is natuurlijk een goede relatie, denk ik, hebben met de dealers in de regio. Ik denk dat je dat elk bedrijf wel mag aanraden in deze tijd. Ja. Hey, jullie hebben nu als BOVAG, zijn anderhalf jaar bezig nu in schadeherstel, dus er ligt nu een fundament. Wat staat er nu verder voor dit jaar op de planning? Ja, nou, zoals je gehoord hebt in het congres, gaan we onderzoek doen naar de schademarkt in 2030. En wat dat betekent ook voor ondernemers. Dus die keuzemodellen waar ik het net over had, die keuzemodellen gaan we uitwerken. Dus samen met Roland Berger, dat doen we met allerlei bijeenkomsten met onze stakeholders. Op basis daarvan gaan we ondersteuningsprogramma's maken voor onze leden, voor onze ondernemers. En dan gaan we ook de regio in. Oké. Ja. Hey, even nog iets technisch. Hoeveel leden zijn er nu en waar hoop je eind dit jaar uit te komen? Nou, we hebben nu 340 leden. Ja. Onze ambitie is altijd geweest om de bedrijven die werkzaam zijn in de gestuurde schadestroom te organiseren. Dat zijn de dealerholdings en dat zijn de grote ketens. Ja, er is nog steeds ruimte voor ketens binnen BOVAG. Ja. Dus we zouden het fijn vinden als ook die, al of niet naast het FOCA-lidmaatschap, ook kiezen voor BOVAG. Andere ketens dus nog erbij? Andere ketens graag erbij, ja. Okay. Ja. Okay. En natuurlijk zijn individuele bedrijven die voldoen aan onze BOVAG bekend schadeherstel ook werkzaam. Of ook welkom. Maar die markt wordt toch wel gedomineerd ook door ketens. En die zouden we ook best graag erbij willen hebben. Okay, super.